Het stripmuseum mag van de rechter in het pand blijven aan de Westerhaven. De verhuurder heeft het contract onrechtmatig opgezegd. Het museum huurt het pand voor een gunstige prijs, omdat ten tijde van het contract de markt slecht was. Mijn indruk was, ik kan het natuurlijk niet met 100% zekerheid zeggen, maar mijn indruk is dat de verhuurder het pand nu goed kon verkopen, of heel goed kon verhuren in ieder geval, en dacht van nou ja, dat museum moet er nu maar eens uit, want dat levert te weinig geld op. En daar ging de rechtszaak over. Het museum reageert opgetogen op de uitspraak. De rechter heeft inderdaad gezegd dat de opzegging door Libema onrechtmatig was. Dat wil dus zeggen dat er verder aan de inhoudelijke behandeling van alle dingen die verder ter tafel zijn gekomen niet toegekomen is. De opzegging was dus niet rechtsgeldig. Dus kunnen wij gewoon blijven zitten totdat het forum wordt opgeleverd. Nou, dat is prachtig. Met de uitspraak kan het museum rustig toewerken naar de verhuizing naar het forum in 2019. Het wordt een heel ander museum. Het museum waar we nu zijn, dat is toch heel erg traditioneel. Veel dingen plat aan de muur, zeg maar, dingen om te bekijken. Natuurlijk proberen wij daar al wat meer cachet aan te geven natuurlijk. Maar het nieuwe museum in het Forum, dat zal ook nadruk gaan leggen op animatie en op games. En op strips natuurlijk, blijvend. Er zijn veel reacties binnengekomen op de uitspraak. Een van de beroemdste Nederlandse tekenaars, Jesse van Muilwijk, die de beroemde strip De Rechter maakt, die heeft ons direct al een prachtig printje gestuurd met een prachtige tekening waarop een rechter ons feliciteert. Nou, en wij gaan het verder vieren met wat gebak natuurlijk vandaag. En bovendien hebben we besloten om aanstaande zondag het museum open te doen, gratis open te doen voor iedereen die wil komen en dat met ons te vieren. Het museum is zondag open van 10 uur tot 5 uur.